Hoi, welkom bij deze instructievideo over de smakmethode. In deze video leg ik uit wat het doel is van de smakmethode, hoe deze methode zich verhoudt tot de WHO 6 step en de S-bar en hoe je een casus overdraagt aan de hand van deze methode. Aan het einde van de video geef ik een voorbeeld van een volledige overdracht via de smakmethode. De smakmethode is ontwikkeld om op een gestructureerde methode, zowel in een onderwijssituatie als tijdens supervisie je eigen farmacotherapeutische behandelplan over te dragen. Hierbij onderbouw je waarom je voor een bepaalde behandeling hebt gekozen. De SMAC is een acroniem waarbij de letters staan voor situatie, mogelijkheden, argumentatie en keuze. Hoewel het acroniem goed klinkt, is er ook een wetenschappelijke onderbouwing voor. Het is namelijk een ingekorte versie van de WHO Six-Step-methode. Dit is de internationaal meest gebruikte en gevalideerde onderwijsmethode voor het aanleren van rationele farmacotherapie. In de SPAC-methode bevat de situatie de eerste twee stappen van de WO6-step. Staan de mogelijkheden gelijk aan stap 3a, komt de argumentatie overeen met stap 3b en bestaat de keuze de stappen 4 tot en met 6. Hoewel de SMAC dus in wezen een ingekorte versie van de WO6-STEP is, vertoont deze methode ook veel overeenkomsten met de sbar overdrachtsmethode De situatie in de SMAC komt overeen met de situation, background en assessment in de SBAR. De recommendations van de SBAR zijn in de SMAC uitgesplitst in de mogelijkheden, argumentatie en keuze, omdat de SMAC-methode zich vooral richt op de behandeling. Nu weet je waar de SMAC-methode op gebaseerd is en hoe je deze methode kunt verwerken in een S-bar tijdens het kooschap, stage of werksituatie. Laten we eerst eens gaan globaal gaan kijken wat de SMAC-methode precies inhoudt. De situatie bestaat eigenlijk uit twee delen. Een korte samenvatting met alleen de relevante gegevens uit de casus en zelf opgestelde, smart geformuleerde therapeutische doelen. Bij de mogelijkheden worden alle niet-medicamenteuze en medicamenteuze opties voor de specifieke werkdiagnose uit de situatie benoemd. In de argumentatie geef je een onderbouwing waarom je voor één of meer van de behandelopties uit de mogelijkheden hebt gekozen. Hierbij beoordeel je zowel de effectiviteit als de veiligheid en geschiktheid van het geneesmiddel voor de patiënt uit de situatie. In de keuze benoem je alle gekozen behandelopties, zowel niet-medicamateus als medicamenteus, inclusief waarschuwingen, innameinstructies, monitoring en controleafspraken. Nu we een globaal overzicht hebben, kunnen we gedetailleerder bekijken wat er binnen elk onderdeel van de SMAC hoort. De situatie bestaat uit twee delen, waarbij de samenvatting het startpunt vormt. In de samenvatting benoem je de voor de behandeling relevante informatie uit de casus. Je begint altijd met de in introductie van de patiënt, met de naam, leeftijd, geslacht en hierbij vermeld je ook direct de werkdiagnose. Vervolgens geef je informatie over de achtergrond van de patiënt en de relevante voorgeschiedenis daaraan te koppelen. Daarna geef je aanvullende informatie over hoe je tot de diagnose bent gekomen en enkele parameters om de ernst van de aandoening te duiden. Bijvoorbeeld koorts, dyspneu en een productieve hoest zijn typische kenmerken die je doen denken aan de werkdiagnose pneumonie. Het vermelden van vitale parameters kan een indruk geven van de ernst van de pneumonie. Aan het einde benoem je nog enkele relevante patiëntengegevens die nodig zijn voor de behandeling. Denk hierbij aan eventuele allergie, het gebruik van alcohol, roken en drugs, het geven van borstvoeding of relevante laboratoriumafwijkingen. Het is belangrijk alleen de voor de behandeling relevante informatie te benoemen. Hierbij een paar voorbeelden. Wanneer een patiënt zwanger is of zich in de vruchtbare levensfase eh, bevindt, benoem je deze parameter dan wel. Vooral bij het starten of het evalueren van teratogene geneesmiddelen. Een ander voorbeeld, bij een patiënt met bijvoorbeeld een slechte nierfunctie. of bij het overwegen van het starten van een nefrotoxisch geneesmiddel. vermeld je altijd de EGFR. Bij een behandeling die niet nefrotoxisch is. en bij een patiënt met een normale nierfunctie. is dit dus overbodige informatie. In dat geval laat je de EGFR gewoon weg. Het tweede deel van de situatie richt zich op het therapeutische doel. In dit gedeelte formuleer je op basis van de casus één of meerdere smart geformuleerde therapeutische doelen. Dit onderdeel wordt vaak over het hoofd gezien, maar het kan aanzienlijke bijdrage geven aan het onderbouwen van je keuze. Daarbij is het doel vaak ook direct gerelateerd aan de controleafspraken en de monitoring van de medicatie. Een goed gedefinieerd doel. Maak de behandeling en controle dan ook een stuk eenvoudiger. Probeer elk doel zo specifiek en meetbaar mogelijk te maken. Bij een behandeling van hypertensie benoem je bijvoorbeeld de streefbloeddruk, bij diabetes de streef HBA en C-waarde of bij de pijn benoem je de fastcore. Ook voor minder voor de hand liggende doelen is het mogelijk om deze specifiek te maken. Zo kan het doel zijn om weer in een kleinere broekmaat te passen. Of kan je een patiënt met perifere vaatlijden het doel stellen om tenminste drie keer per dag een rondje om het huis heen te laten lopen? Daarnaast is het belangrijk te kiezen voor een doel dat acceptabel is en realistisch. Idealiter worden de doelen dan in samenspraak met de patiënt en de behandelaar vastgesteld. En moeten ze realistisch zijn? Het is bijvoorbeeld niet haalbaar om iemand 5 kg per week te laten afvallen. Of om de HBA 1 C binnen één maand naar de streefwaarde te verlagen. Deze waarde is immers een afspiegeling van de glucosewaarde van de afgelopen drie maanden. Ten slotte moet het doel ook tijdsgebonden zijn. Door goed na te denken over de pathofysiologie van de aandoening, krijg je meestal een goed idee hoe snel de behandeling moet aanslaan. Meestal onderscheiden we hierin vier verschillende tijdsindicaties. Bijvoorbeeld binnen enkele uren, zoals bij heftige pijn. Binnen enkele dagen, zoals bij koorts die binnen 48 uur verdwenen moet zijn bij een infectie. Binnen enkele weken, zoals bij een chronisch verhoogde bloeddruk. Of binnen enkele maanden, zoals bij het verlagen van HBIC. Waarbij het vooral gaat om het stabiel houden van de glucosewaarde in de komende jaren en het risico op hart- en vaatziekte te verlagen. Na de situatie beschrijf je alle niet medicamenteuze en medicamenteuze behandelopties. Die geschikt zijn voor de specifieke werkdiagnose. Bij veel aandoeningen volgen patiënten één standaard behandelprotocol, maar voor sommige aandoeningen is het essentieel om de werkdiagnose nauwkeurig te specificeren. Bijvoorbeeld bij een behandeling van urineweginfecties kunnen er verschillende risicogroepen zijn, zoals bijvoorbeeld kinderen, mannen, diabeten, waarbij elke diagnose dan weer zijn eigen behandelopties heeft. Geef in dit geval dus specifiek aan welke werkdiagnose het betreft, zoals een urineweginfectie bij een risicogroep kinderen. Voor de specifieke werkdiagnose benoem je de behandelopties op basis van de best beschikbare bewijs en vermeld je daarbij je bron. Het is hierbij belangrijk om nog geen koppeling te maken met andere aspecten uit de casus, zoals de geschiktheid van de opties of wat de patiënt al gebruikt. Het doel van deze stap is dus in wezen om een overzicht van de behandelmogelijkheden te geven. Na het beschrijven van de situaties en de behandelopties volgt het inhoudelijke gedeelte, waarin de argumentatie voor de gekozen behandeling toelicht. In deze argumentatie focus je op twee belangrijke factoren: de effectiviteit en de veiligheid en geschiktheid. Dit deel verschilt van de mogelijkheden. Doordat je hier specifiek de situatie en de gegevens uit de casus betrekt. Bovendien houd je rekening met de huidige behandeling of andere acties van de patiënt. Laten we deze aspecten eens nader bekijken. Binnen de argumentatie beoordelen we eerst of de huidige en of de toekomstige behandeling effectief is voor de patiënt. We beginnen met het controleren en, indien nodig, optimaliseren van de huidige behandeling. Daarna evalueren we of de aanvullende behandeling nodig is door te controleren of de gestelde doelen al zijn bereikt. Als aanvullende behandeling nodig blijkt te zijn, onderzoeken we eerst de effectiviteit van niet-medicamenteuze behandelingen en leggen we uit waarom deze effectief zijn. Vervolgens beoordelen we ook of de effectiviteit van de medicamenteuze behandeling en ook hierbij leggen we uit waarom deze effectief zijn. Het tweede deel van de argumentatie richt zich op de controle van de veiligheid en geschiktheid voor de patiënt. Hierbij beoordelen we of de eerder gekozen niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling veilig is en geschikt zijn voor de specifieke patiënt. Dit doen we door de zeven aspecten van het acroniem ABC-MICT te onderzoeken. Door deze zeven aspecten voor elk van de behandelingen te evalueren en te bespreken, verzeker je ervan. Dat de behandeling zowel veilig als geschikt is. Laten we deze ABC-MICT-aspecten eens nader bekijken. Bij de A controleren we of de patiënt allergieën heeft voor het geneesmiddel en of er mogelijke kruisovergevoeligheden bestaan. Bij de B wegen we de relevante bijwerkingen voor de patiënt af. Hoewel een geneesmiddel in de algemene bevolking relatief veilig zal zijn, moeten we de bijwerking voor de individuele patiënt wel acceptabel laten zijn. Bijvoorbeeld een milde tremor veroorzaakt door een geneesmiddel kan dramatische gevolgen hebben voor een pianist, terwijl dit voor anderen misschien minder problematisch is. Bij de C identificeren we welke relevante contra-indicaties er bestaan voor het geneesmiddel en beoordelen we of de patiënt een van deze contra-indicaties heeft. Bij de M evalueren we, indien deze informatie beschikbaar is, of milieuoverwegingen invloed hebben op de keuze van de behandeling voor deze specifieke patiënt. Bij de I controleren we met welke andere geneesmiddel het nieuw te starten geneesmiddel interacteert, wat deze interacties inhouden en of deze interacties in de huidige casus relevant zijn. Bij de K beoordelen we of er kostenaspecten zijn die een alternatieve behandeling rechtvaardigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bijbetaling moet worden gedaan voor het geneesmiddel of als er een goedkoper en even effectief alternatief beschikbaar is. Bij de T beoordelen we de geschiktheid van de toedieningsvorm. Bij de orale pillen controleren we of de patiënt in staat is om pillen te slikken en of de absorptie gegarandeerd is, bijvoorbeeld door te controleren op braken. Voor andere toedieningsvormen, zoals een poederinhalator of subcutane injecties, Evalueren we of de patiënt de medicatie correct kan gebruiken. De laatste stap van de SMAC omvat het gedetailleerd toelichten van alle niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandelingen, inclusief de doseringen, toedieningsvorm en de duur van de behandeling. Voor elke behandeling is het dan belangrijk om waarschuwingen en relevante bijwerkingen te benoemen. Daarnaast geven we, indien nodig, Specifieke instructies voor de inname van elk geneesmiddel. Daarbij benoemen we de benodigde monitoring van de behandeling, wanneer deze plaatsvindt en hoe deze wordt uitgevoerd. Tot slot plannen we een controleafspraak. We geven aan binnen welk termijn deze afspraak moet plaatsvinden en onder welke omstandigheden, bijvoorbeeld alleen als de koorts binnen 48 uur niet is verdwenen of standaard na twee weken. Ook vermelden we de doelstellingen van de controle. Nu alle stappen van de smakmethode zijn doorlopen, zal ik de huidige casus volgens deze methode overdragen om te laten zien hoe de smakmethode in de praktijk werkt. Het betreft een tienjarig meisje, Paula van der Plas, die bij ons komt met een urineweginfectie zonder weefselinvasie bij een risicogroep kind. In deze voorgeschiedenis heeft ze drie jaar geleden een urineweginfectie doorgemaakt waarbij ze een anafylactische reactie op nitroogfurantowine heeft gehad. Paula heeft nu weer sinds twee dagen branderige mixie en polycusserie. Ze oogt niet ziek en heeft een temperatuur van 37,3 graden Celsius. De nitrietest is positief en in het sediment zijn veel leuko's en staven te zien. Het therapeutische doel is dan ook het volledig wegnemen van de branderige gevoel en de polycusserie binnen enkele dagen, het voorkomen van een ernstige beloop en het ontwikkelen van nierschade. De niet-medicamenteuze mogelijkheden, volgens de NHG-standaard urineweginfecties, zijn het doen van een kweek, het geven van voorlichting over de aandoening, het controleren op een dysfunctioneel plaspatroon, zoals het niet goed kunnen ontspannen op het toilet, verkeerde houding op het toilet, het voorkomen dat het kind perst tijdens de plassen, of het te lang ophouden van de plas. En daarnaast geven we veeginstructies. De medicamenteuze mogelijkheden zijn antibiotica, waarbij de eerste keus nitrofurantoïne en de tweede keus amoxicilline clavulansuur is. Er lijkt nog geen behandeling ingezet te zijn. Gezien de patiënt in een risicogroep valt, betreft namelijk een kind, is antibiotische behandeling wel noodzakelijk. We moeten daarom een kweek doen, voorlichting geven over de aandoening, controleren op een dysfunctioneel plaspatroon en we geven veeginstructies. Er is aanvullend ook medicamenteuze behandeling aangewezen, omdat het gaat om een urineweginfectie. Zonder weefselinvasie kunnen we gaan voor een hydrofiel antibioticum, of indien deze niet mogelijk zijn, een lipofiel antibioticum dat vooral gericht is op de bacterie E. coli. Nitrofurantoïne uh, kan niet, gezien de anafylactische reactie in de voorgeschiedenis. Amoxicilline clavulaanzuur kan wel. Er is geen allergie bekend voor penicillines en er is ook geen kruisovergevoeligheid. De bijwerkingen zijn met name gastrointestinale klachten, zoals misselijkheid en braken of een orofaginale Candida-infectie. Deze moeten we dan ook blijven monitoren. Er zijn geen contra-indicaties bij deze patiënten aanwezig, zoals een eerdere allergische reactie of leverfunctiestoornissen. Vanuit milieuaspecten geven we liever geen antibiotica als dit niet nodig is. Aangezien het hier gaat om een risicogroep, is het vanuit het milieuaspect beter om wel antibiotica te geven om ernstige schade te voorkomen en daarmee een ziekenhuisopname te voorkomen. Het antibioticum geeft een interactie met vitamine K- antagonisten, waardoor een hoger INR veroorzaakt kan worden. En daarbij kunnen ook een bacteriostatische antibiotica het effect van amoxicilline clavulaanzuur antagoneren. Aangezien deze patiënt geen andere medicatie gebruikt, zijn deze interacties nu niet van toepassing. De kosten voor dit antibioticum zijn laag en vallen onder de vergoeding van de zorgverzekering. De toedieningsvorm is vermoedelijk geschikt. Een tienjarige zou pillen moeten kunnen slikken en ze braakt niet. Het plan is dan ook om een kweek te doen voor de start van het antibioticum. Het geven van voorlichting over de aandoening, veeginstructies en het controleren op een dysfunctioneel plaspatroon, zoals ze niet goed kunnen ontspannen op het toilet, verkeerde houding op het toilet, het voorkomen dat het kind perst tijdens het plassen of het te lang ophouden van de plast. Daarnaast geven we een driedaagse daagse cuur amoxicilline-clavulaanzuur, wat op basis van haar gewicht uitkomt. Op drie maal 500 om 125 milligram voor drie dagen en dan innemen bij de maaltijden. Daarbij vertel ik dat ze maagdarmklachten of een candida-infectie van de vagina, mond- of huidplooien, dat dat veel voorkomende bijwerkingen zijn. Mocht ze hier teveel last van krijgen, kan ze contact opnemen met ons. Ik wil tevens graag dat ze belt als het branderige gevoel of de polycusseriek niet binnen enkele dagen verdwijnen. of dat ze direct belt als de koorts uh, krijgt. Mochten de klachten verdwijnen, is er geen reden om de patiënt terug te zien. Mocht de urineweginfectie een verwekker laten zien dat resistent is voor het voorgeschreven antibioticum, neem ik contact op met de ouders. In deze video uh, heb ik het doel van de SMAC-methode toegelicht, evenals de relatie tot de WO6-step en de SBAR-methode. En hoe je met een casus kunt overdragen met behulp van deze methode. Aan het einde van de video heb ik een voorbeeld gegeven van een volledige overdracht volgens de SMAC-methode. Mijn advies is om deze methode tijdens de opleiding, koorschap of stage regelmatig te oefenen, zodat het een routineuze manier van overdragen wordt waar jij, de docent en de supervisor veel aan zullen hebben.